Er zijn heel veel vernieuwingen in het nieuwe gedeelte van TMZ. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik. Het nieuwe Meulenbelt is volledig gasloos, goed geïsoleerd. En bewoners hebben straks een eigen kamer met eigen sanitair. En we maken gebruik van vloerverwarming en vloerkoeling. En dat is door de bewoner zelf op individueel niveau te regelen. En jullie hebben eigenlijk een bouwfase in meerdere fases. Er gaat ontzettend veel werk zitten in dit gedeelte, hè? Dus in de vernieuwingen, ja, dus dat in klopt. De aanleg. Ja, wij zeggen dan, we zijn aan het nieuw bouwen met de winkel open. Dat betekent dat het bestaande Meulenbelt gewoon blijft doordraaien en dat we daarnaast gaan nieuw bouwen. En dat betekent dat we onze volledige capaciteit kunnen blijven houden en dat bewoners niet onnodig hoeven te verhuizen naar een andere locatie toe. Ja. Dat was ook een van de voorwaarden om te kunnen starten met de nieuwbouw. Bewoners mochten niet verhuizen, die moesten op de plek blijven. We willen ook, hè, dat is voor ons persoonlijke zorg, we willen zorgen dat bewoners gewoon fijn kunnen blijven wonen gedurende de periode. En over het echt gasloos draaien van TMZ, kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, we zijn al een heel aantal jaren bezig met duurzaamheid, al meer dan 10 jaar. Onze eerste panden zijn ruim 10 jaar geleden al uitgerust met bodemwarmte en bodemkoude systemen. Dus we halen in de winter halen we warmte uit de bodem en in de zomer stoppen we warmte erin en halen we de koude eruit. Dus we gebruiken de grond als batterij. En dit is onze tweede locatie die volledig gasloos is. Hier in de technische ruimte van het nieuwe Meulenbelt in Almelo. Technische ruimte staan de warmtepompen opgesteld. Het nieuwe Meulenbelt is volledig gasloos. Dat betekent dat we gebruik maken van warmte en koude uit de bodem. En die wordt hier in deze technische ruimte omgezet. Je ziet hier twee warmtepompen. Die maken warmte als er warmtevraag is en koude als er koude vraag is. En dat halen ze uit de bodem. We hebben 58 bronnen geboord buiten op het terrein. Tot 150 meter diep. En we gebruiken dus de bodem als batterij. Dus we stoppen de warmte in en we halen de koude uit. Of warmte in de winter. Aan de andere kant hebben we de opstelling staan voor ons warm tapwater. Dat wordt ook gebruikt met warmtepompen. En daarmee zijn wij voor het nieuwe Meulenbelt volledig gasloos en niet meer afhankelijk van het gasnet. Dus we maken gebruik van elektriciteit en aardwarmte. Dus dit is de tweede die compleet gasloos is. Dus jullie draaien eigenlijk puur echt op grondwarmte? Ja, wat wij straks gaan doen is volledig gebruik maken van de bodemwarmte. En we maken gebruik van elektriciteit voor onze luchtbehandeling. En indien nodig springen onze warmtepompen in om warm water en warm cv-water te maken. En jullie hebben ook ontzettend veel zonnepanelen op het dak? Ja. Het zal uiteindelijk in het kostenplaatje ontzettend veel schelen, denk ik, maandelijks voor TMZ. Dat scheelt uiteraard, maar we hebben natuurlijk ook vanwege de omvang van het pand ook veel elektriciteit nodig. Dus het helpt ons wel om de energierekening laag te houden en ook een stukje bij te dragen aan de verduurzaming in Nederland. Mag ik u bedanken voor dit interview? Graag gedaan.